Het Openbaar Ministerie verdenkt de Utrechtse tramschutter van viervoudige moord, meermalen poging tot moord en bedreiging met een terroristisch oogmerk op 18 maart 2019 in een tram in Utrecht. In een tram in Utrecht op het 24 Oktoberplein zou er geschoten zijn. Daarbij kwamen vier mensen om het leven en raakten twee mensen ernstig gewond. De verdachte die we zochten, die hebben we inmiddels aangehouden. De vermoedelijke dader is een 37-jarige man, geboren in Turkije. Ik heb de mensen doodgeschoten, wilde laten zien dat jullie niet van diamant zijn en wij niet van zand. Gökmen T. is zwakbegaafd, narcistisch en verminderd toerekeningsvatbaar. Vanochtend is het proces begonnen tegen Gökmen T. Het lijkt dat u uw schouders erover ophaalt, klopt dat? Weer de middelvinger? Goed, dan laten we het daarbij. Ja, weer die middelvinger. Saskia Belleman van de Telegraaf, jij was daarbij vandaag. Mm-hmm. In de rechtbank, hoe was de sfeer? Ja, het was voor slachtoffers en nabestaanden denk ik een hele frustrerende dag. De voorzitter van de rechtbank heeft alles geprobeerd om de man aan het praten te krijgen. Hij heeft vrijwel geen woord uitgesproken. Hij heeft alleen maar steeds gebaren laten zien. Dus hij hief zijn middelvinger op naar de rechters. Hij heeft van die kusmondjes zitten gooien naar de officieren van justitie. Maakte ook obscene gebaren. Kusmondjes? Dus ja, richting twee vrouwelijke officieren van justitie die op een gegeven moment ook maar niet meer naar hem keken om dat verder maar niet meer uit te lokken. En ja, hij zat ook voortdurend. Je ziet het hier op die tekening ook, hè, dat gebaar. Dat deed hij dus om de haarverklap. En hij zat continu ook met zo'n raadselachtig glimlachje om zijn mond. En hij deed steeds iets met dat zien we hier op deze rechtbanktekening. Ja. Met zijn middelvinger deed hij steeds dingetjes. Ja, dat. Maar hij maakte ook dat tawiet-gebaar met zijn wijsvinger in de hoogte. Tawiet-gebaar? Ja, zo'n gebaar dat IS'ers ook graag gebruiken om de grootheid van Allah aan te tonen. Er was vandaag in de rechtbank ook een reconstructie te zien. Ja. Een indrukwekkende reconstructie van die hele schietpartij. Ja. We mogen die reconstructie niet laten zien. Ja. Jij hebt het wel gezien. Ja. Wat zien we? Je ziet niet de camerabeelden. Er hingen 8 camera's in die tram, die hebben alles geregistreerd. Maar die reconstructie is gemaakt op basis van die camerabeelden en verklaringen van mensen die in de tram hebben gezeten. Ze hebben de vrouwen afgebeeld als rode poppetjes, de mannen als blauwe poppetjes. En je ziet dan Gökmen T. als een soort oranje robocop-achtige figuur door die tram bewegen. Mm. En gewoon om de beurt steeds mensen op mensen vuren. En dan loopt hij weer eens terug en dan loopt hij weer heen. En verder brengen die poppetjes wel heel erg duidelijk in beeld wat zich in die tram heeft afgespeeld. Ze hebben geen gezichtsuitdrukking, maar je ziet mensen wegduiken. Je ziet mensen in elkaar krimpen. Je ziet mensen zich klein maken in de hoop dat ze niet worden opgemerkt. Je ziet mensen proberen ruiten in te slaan. Je ziet een meisje de tram uitspringen die vervolgens ook in haar rug wordt geschoten. Het is heel heftig. Ik kan me voorstellen dat het enorm inhakte in die rechtszaal. Ja, er waren ook slachtoffers en nabestaanden die dat niet wilden zien. Die even de zaal hebben verlaten en die daarna pas weer binnenkwamen. Ja. Want ook al zie je de gezichtsuitdrukkingen niet, je hoort het gegil niet. Het wordt allemaal zo beeldend gemaakt. Er werd ook steeds getoond wie op dat moment beschoten werd. Ja. De namen stonden erbij. Ja, dat is heel confronterend. Jij twitterde vandaag, Saskia. Jij twitterde: zelden een onsympathiekere verdachte gezien. En ik heb er heel wat gezien. Ja. Ja, ik zal dat niet zo heel snel zeggen, zoiets. Nee, maar dat, dit is inderdaad een man zoals je er niet zoveel meemaakt. Die inderdaad niets wil zeggen, geen enkele klaarheid wil scheppen, geen antwoord wil geven op vragen. Het interesseert hem niet. Op momenten dat er werd gesproken over de taferelen die zich in die tram afspeelden, zat hij te lachen. Op momenten dat slachtoffers en nabestaanden hun spreekrecht uitoefenden, zat hij met zijn ogen te rollen en naar het plafond te kijken. Zo van, is het al eens een keer afgelopen? Ja. Als de rechtbank hem de feiten voorhield, zat hij te geeuwen. Het was gewoon zo respectloos, zo vol minachting en zo totaal ongeïnteresseerd. En wat deden, want er zaten daar slachtoffers. Ja. Hoe reageerden die? Ja, die hebben zich enorm waardig gedragen. Ik kan niet anders zeggen. Ik zou zelf gek worden, denk ik. Met zo'n man voor me. Het enige moment waarop de vader van Roos, die is doodgeschoten in de tram, even zijn geduld verloor, was op het moment dat hij spuugde naar zijn eigen advocaat. Ja. Nou, dat was voor de rechtbankvoorzitter de limit. Die zei van, nu moet hij eruit, hij wordt nu afgevoerd. En op dat moment zei die vader van, geef hem een mondkapje.
En toen schreeuwde Gutman dus terug, hou je bek. Dat zijn eigenlijk de enige woorden die we mogen hebben uitgekregen. Maar deze man kan toch nu straks niet meer bij zijn eigen rechtszaak zijn? Dit is onmogelijk. Ja, maar dit is toch zo confronterend. De slachtoffers en de nabestaanden wel. Toch. Die willen dat hij aanhoort wat hij heeft aangericht. Die willen dat hij hoort wat voor verdriet hij heeft veroorzaakt. Ja, hij is vandaag naar de rechter. Je weet ook dat hij geen medelijden heeft en toch willen ze dat hij erbij is. Ja. Dan moet hij maar even door die zure appel heen. Dat is de gedachte. Ja, hij is vandaag verplicht naar de rechtszaak gebracht. Hè? Ja. Er zaten 5 agenten omheen. Ja. Jij vertelde dat zijn advocaat die is hem toegewezen. Ja. Hij wilde eigenlijk geen advocaat. Nee, hij heeft zijn advocaat ontslagen. Het heeft een tijdje geduurd voordat de rechtbank besloot van ja, we hebben toch wel aanwijzingen dat de man niet helemaal beseft wat hem boven het hoofd hangt. Die zien we hier, hè? André Sebrechts. Dit is André Sebrechts, die is door de rechtbank benoemd. Die wilde het eigenlijk liever zelf ook niet meer. Ik wil liever niet, maar je moet. Precies, die heeft de vorige keer gevraagd aan de rechtbank, trek die opdracht in. Maar dat heeft de rechtbank niet gedaan. Ja, en vervolgens vraagt hij de rechtbank om toch vooral zorgvuldig uit te leggen aan zijn cliënt wat de deskundigen over zijn geestvermogens hebben geoordeeld. Want ja, gezien zijn intellectuele capaciteiten, nou, dat leek Gutman T. heel goed te begrijpen. En daar was hij boos over. Dus toen kreeg hij een klodder fluim over zijn heen. Dat was het moment dat hij spuugde? Ja, precies. Toen het ging over zijn eigen, want hij is zwak begaafd, hè? Ja. Dat zeggen de deskundigen, ja. Dit begreep hij toch wel verdomd goed, hoor. Maar die Sebrechts, dat is zijn advocaat, die wilde eigenlijk al die zaak niet. Nee. Dan wordt er nu over hem heen gespuugd. Ja. Dan zeg je toch, nou, sorry, dit kan ik niet meer doen. Je kunt alleen bewondering hebben voor het feit dat de man volhoudt. En dat hij gewoon zijn best doet om deze onwillige verdachte bij te staan. Maar mag hij niet zeggen, ik leg dit neer? Kennelijk niet. Nee, dat kan niet. Ik weet niet precies hoe dat zit, maar ik denk als de rechtbank je benoemd heeft en ondanks een verzoek van zijn kant om die benoeming ongedaan te maken, dat niet doet, ja, dan moet je dus gewoon doen. Maar je vraagt je wel af of Sebrechts, de advocaat, of die nog heel erg zijn best gaat doen voor Gutman T. Ik denk dat hij echt wel zijn best gaat doen. Alleen, ja, denk je wel? Ja, het zijn hart zal er niet in zitten, dat is een ding dat zeker is. Nee, zo'n cliënt wil je niet. Nee. Vandaag werden ook getuigenverklaringen voorgelezen van slachtoffers en van nabestaanden. Wat is jou daarvan bijgebleven? Ja, ik vond het schokkend om te horen hoe dat ging. Het blijkt dat Gutman T. door die tram heeft gelopen en niet lukraak heeft geschoten, maar echt duidelijk slachtoffers heeft geselecteerd. En dat waren vooral Nederlandse ogende slachtoffers. Er was op een gegeven moment een meisje dat zei van ja, ik zat weggedoken achter 2 mannen die enigszins buitenlands oogden. Die liet hij ongemoeid. Hij heeft dus alleen maar geschoten op ogenschijnlijk Nederlandse slachtoffers. Ja. Ja, ik las ook ergens dat hij een soort van inemine mutte deed. Ja, dat het stond boven die reconstructie, die woorden. Ik weet niet of hij dat zelf heeft uitgesproken. Nou, als ik jou nu beluister, dan was er wel degelijk een onderscheid. Zo kwam het een beetje over, ja. En dat deed hij ook buiten de tram, hè. Want hij is op een gegeven moment uitgestapt. Hij is naar auto's gelopen die voor een stoplicht stonden en die ook niet verder konden rijden, omdat die tram de weg blokkeerde. En daar heeft hij ook mensen uitgezocht. Daar heeft hij ook iemand doodgeschoten in zijn auto. Maar andere auto's liepen gewoon langs. Heb je nou iets, ben je iets te weten gekomen, Saskia, over zijn motivatie? Nee, eigenlijk alleen wat de deskundigen daarover zeggen. Die zeggen van, hij heeft geen diep gewortelde geloofsovertuiging die hem hiertoe gedreven heeft. Het komt vooral voort uit frustratie over een mislukt leven. En zijn zwakbegaafdheid. Ja, of dat zo is, ik weet het niet. Ja, maar dat was wel dat briefje toch dat hij had achtergelaten. Ja. Dat duidde wel op een terroristisch motief, ja, volgens en mij. Hij heeft ook dat hele wapen volgekalkt met allemaal teksten. Dat leek een beetje op die aanslagpleger in Christchurch, die dat ook deed. Dat waren ook soortgelijke teksten. Allah is groot en nog zo van dat fries. Dat heeft hij ook gedaan. Maar ja, er zijn ook getuigen die zeggen hij is eigenlijk pas gaan radicaliseren sinds 2017. Door zijn eigen familie, zijn zus bijvoorbeeld, wordt hij omschreven als een part-time moslim. Zijn broer zegt, ja, hij probeerde het wel. Hij deed wel zijn best, maar dan verloor hij zich toch weer in drank en drugs. Dus zo heel goed lukte het hem niet. Zijn moeder beschreef hem als het ene half jaar Jood en het andere half jaar moslim. Dat vond hij niet leuk, hoor. Ja. Nee. Opmerkingen van zijn familie. Nee, toen was die glimlach even weg. Maar eventjes op een gegeven moment zat hij in de gevangenis. Vlak voordat hij deze daden beging. Ik geloof voor een verkrachting. En dan zegt hij iets van, wacht maar, vanaf het punt dat ik vrijkom, wacht maar. Ja. Tot ik buiten ben, dan zullen jullie wat zien. Ja, en dan ga ik door waar ik gebleven ben, dat zei hij ook. Ja, dus het verbaasde me een beetje dat de deskundigen concludeerden dat hij matig tot hoog recidieverisico met zich meebrengt. Ik zou zeggen, nou, dit klinkt toch wel eens hoog. Ja, dat lijkt me ook. Lijkt mij. Zo. Donderdag belangrijke procesdag. Ja. Alle procesdagen zijn belangrijk, maar donderdag gaan we de eis horen van het OM. Ja.
Wat denk je, wordt deze man nu ontoerekeningsvatbaar verklaard? Nou, of juist niet? Deskundigen zeggen dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Ja, meestal wordt dat dan wel verdisconteerd in een straf. Aan de andere kant gaat het hier natuurlijk om hele ernstige feiten. En je ziet steeds vaker eigenlijk dat rechtbanken ook hoge vrijheidsstraffen opleggen in combinatie met TBS. En dan is die TBS niet meer zozeer gericht op een terugkeer in de samenleving, maar meer een middel om iemand zo lang mogelijk uit de samenleving te houden. Het zou die kant op kunnen gaan, maar het kan ook nog levenslang worden. Als je al niet meewerkt aan een rechtszaak, dan ga je volgens mij ook niet meewerken aan de behandeling die TBS is. Hij heeft ook niet meegewerkt aan het onderzoek naar zijn geestvermogens. Dus nee, het zou ook heel goed een eis van levenslang kunnen worden. Ja. Ja, dan gaan we afwachten. Donderdag en morgen weer.